harte welkom op deze persconferentie in Museum Nijkerk. En ik wil eerst even wel het museum mogen bedanken dat wij hier vandaag mogen zijn. Dat we ook de boel tafels hebben omgebouwd. Dat we het stier op prijs gesteld. Jazeker. De fractievoorzitters van de lokale partij, Pro 21 en de VVD, zullen daar kort toelichting geven op het coalitieakkoord. En op de kandidaat-wethouders die worden gepresenteerd. Nu dat omstuur doen. Ja, dank u wel. Dames en heren, hartelijk welkom op deze presentatie van het coalitieakkoord. En ik moet zeggen, het resultaat wat hier vandaag ligt, is wat ons betreft, wat de lokale partij betreft, een heel goed resultaat. En wij hopen dan ook dat we in de komende 2,5 jaar waar kunnen maken wat wij hier hebben neergezet. En ik ben ervan overtuigd dat wij met deze groep mensen dat voor elkaar gaan krijgen. Maar niet alleen wij moeten dat doen, daar hoort ook nog natuurlijk een college bij. En een van de kandidaten voor het college namens de lokale partij is Patricia van der Herkloze. Die aangegeven heeft dit karwei met volle energie aan te willen pakken. En daar twijfel ik geen moment aan. Dus namens de lokale partij wordt de wethouderskandidaat Patricia van der Herkloze. Wat voor ons heel erg belangrijk is, wij zijn natuurlijk een partij die sociaal is en die solidariteit ook heel erg belangrijk vindt. En we zijn heel blij dat we, gelet ook op extra bezuinigingen, dat wij de zorg wel in stand kunnen houden. Zeker ook voor de meest kwetsbare inwoners binnen de gemeente Nijkerk. Dat is voor ons heel erg belangrijk. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze inwoners zichzelf kunnen ontwikkelen, initiatieven kunnen ontwikkelen waarbij wij meedenken en niet denken in het kan niet, maar wat kan er wel en dat we meer maatwerk kunnen leveren. Tegelijkertijd dat ondernemers ook kunnen gaan ondernemen en daar alle vrijheid toe krijgen. Vervolgens ben ik ook heel erg trots als fractievoorzitter van Pro 21, als Pro 21 lid, dat wij twee fantastische kandidaat wethouders hebben. Dat is Nadia Abiyakou en Wim van Velen. En ik heb er alle vertrouwen in, ook gelet op het hele proces wat we hebben gedaan. En de beoogde college wat voor ons zit, dat zij de klus echt gaan klaren. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ik noem enkele voor de VVD belangrijke aspecten in dit akkoord. Na het demissionair worden van het huidige college zorgen we nu voor een snelle opvolging waarmee de continuïteit van het bestuur is gewaarborgd. De nieuwe coalitie bouwt voort op de drie pijlers van het vorige coalitieakkoord. Een actief betrokken samenleving, een vitale en duurzame economie en een veilige gemeente. Wij veroorzaken dus geen revolutie, maar een evolutie. Wij willen wel degelijk bakens verzetten, maar het goede behouden. Het veranderingstraject voor een kleinere en flexibele gemeentelijke organisatie met een andere rol die meer ruimte geeft aan de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers wordt voortgezet. Wij gaan extra ruimte geven voor vernieuwing door initiatieven van inwoners en ondernemers oplossingsgericht te benaderen. Waar mogelijk willen wij meer maatwerk toepassen en regelgeving verminderen en vereenvoudigen. Wij gaan extra aandacht geven aan het maatschappelijk debat over de besteding van het geld dat de gemeente uitgeeft. Dat was ook een belangrijk discussiepunt en dat zullen we gaan uitvoeren. Wij doen voorstellen om voor het resterende tekort van bijna 2 miljoen euro dat op de rompbegroting nog voorkomt, te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. En ik ben er trots op dat wij in een goede discussie met een zorgvuldige afweging tussen het sociale gezicht van Nijkerk en andere belangrijke prioriteiten en de financiële gezonde huishouding tot een voorstel komen voor een sluitende begroting. Wij sluiten een akkoord op hoofdlijnen omdat er nog veel onzekerheden zijn en wij daarom regelmatig zullen moeten gaan bijsturen. Dan heeft het geen zin om op alle punten een detailuitwerking te kiezen, maar je moet het eens zijn over de richting. En ik sluit me graag aan met beide andere sprekers dat wij veel energie en vertrouwen hebben dat we dat zowel als fracties als met het nieuwe team van BMW, dat we dat kunnen gaan waarmaken in goede samenwerking met inwoners, ondernemers en ook de ambtelijke organisatie. Onze huidige wethouder Marley Klein zal namens de VVD worden voorgedragen om plaats te nemen in het nieuwe college. De VVD heeft er vertrouwen in
dat de nieuwe coalitie met een enthousiaste en open bestuurscultuur de uitdagingen waar Nijkerk voor staat, samen met de inwoners en de ondernemers aan kan. Daarvoor ruimte zal bieden en waar nodig knopen zal doorhakken. Dank u wel. Waarom er voor 4 wethouders is gekozen, is omdat er gebleken is vanuit het huidige college nog, dat er komen ontzettend veel taken naar de gemeente toe, waardoor het college niet alles kan uitvoeren. Dat is heel erg zonde. Alle extra taken die vragen gewoon heel veel tijd. En we willen natuurlijk wel zorgen dat we daar een krachtig bestuur neerzetten en dat alle zaken ook uitgevoerd kunnen worden. Dus vandaar dat er gekozen is voor 4 wethouders. En als u zegt, wat meneer Van der Woerd net ook al aangaf, er is geen OZB-verhoging om een 4e wethouder te kunnen betalen. Zo werkt het uiteraard niet. Dat is echt bedoeld om de zorg op te vangen. Wat ik er nog aan wil toevoegen is dat we hebben aangegeven dat we het ontzettend belangrijk vinden dat de kanteling, dat de daadwerkelijke omslag van het samen met inwoners en ondernemers een andere rol, meer eigen kracht, verantwoordelijkheid leggen bij de samenleving, dat dat ook resultaat gaat hebben. En dat betekent dat we op een aantal veranderingsprocessen ook graag extra aandacht en extra energie willen inzetten. En dat is ook een reden waarom we op dit moment het verantwoord vinden om met 4 wethouders te werken. Het voorbeeld is dat we toegaan naar een andere invulling van sport. Een kleinere gemeentelijke organisatie betekent dat de gemeente een aantal taken niet meer doet, niet meer kan doen. En dat we graag willen dat er meer zelfwerkzaamheid en meer eigen beheer bijvoorbeeld bij de sportvereniging gaat plaatsvinden. Geen maatschappelijk vastgoed meer in beheer van de gemeente, maar het op afstand zetten. Dat betekent dat je dat proces heel zorgvuldig moet gaan invullen met de betrokken verenigingen in goede samenspraak en moet kijken welke alternatieven er zijn. Nou, dat lijkt ons verstandig dat dat echt met een goede focus door iemand wordt opgepakt. Zo geldt het ook een zwaardere rol en verantwoordelijkheid voor ondernemers, voor inwoners, dat het goed is dat je in goed gesprek bent met de betrokkenen, dat je die initiatieven ook stimuleert en dat er ook tijd en ruimte voor is. En dat rechtvaardigt voor ons ook een extra wethouder die daar goede aandacht aan kan geven. Nou, als het aan ons ligt, als het aan de 3 partijen die hier aan deze tafel zitten ligt, zou dat nog wel eens dit jaar met de kerst kunnen zijn, hoor. Daar zou ik maar op rekenen. Maar er is toch een maatschappelijk debat, een belangrijke maatschappelijk debat. Maar er is heel veel commotie toch in Nijkerk, hoe het ook bent of keert. Er is een vraag om een referendum over diezelfde koopzomma. Kijkt u er anders tegen de komst van het referendum aan dan voor de val van de coalitie? We hebben op 29 juni denk ik een heel duidelijk standpunt gegeven, ook op dezelfde vraag die door de ChristenUnie-SGP en door het CDA gesteld is. Daarin hebben wij aangegeven wat onze motivatie is om te komen tot de keuzevrijheid voor de ondernemers en voor de inwoners van Nijkerk om te winkelen wanneer zij dat willen. Wij vinden dit ook geen gemeentelijke taak, om dat te bepalen dat het op zondag niet zou mogen, maar we zullen moeten regelen dat het op zondag wel mag. En wat ons betreft is dat standpunt nog steeds, staat recht overeind. En daar zullen wij ook aan vasthouden. Dus geen maatschappelijk debat, geen referendum? Dat maatschappelijke debat, iedereen mag natuurlijk een aantal zaken inbrengen. Voor een maatschappelijk debat om een eventueel politiek standpunt. Ja, maar ik denk dat u haalt 2 dingen door elkaar. Want u zegt het referendum of het maatschappelijke debat over de koopzondag. Het referendum is, de vraag, houden we een referendum over de zondag, over de koopzondag? Dat is een concrete vraag. En vervolgens kun je nog dan heb je die andere vraag, het maatschappelijke debat over de koopzondag. Dat is nog weer een andere discussie. Maar u vraagt nu het referendum. Komt dat er wat ons betreft? Wij hebben onze mening op 29 juni gegeven. Tenminste, dat geldt voor de lokale partijen. En ik weet zeker ook voor mijn medesprekers namens de coalitie, de andere partijen, dat wij ons standpunt daarin niet zullen gaan veranderen. Het zal u niet verbazen dat wij naar gekeken hebben van zijn er breekpunten, zijn er onoverbrugbare zaken. En dan moet je constateren dat als je van goede wil bent en het algemeen belang voor ogen hebt, dat die breekpunten er niet zijn. Ja, we benaderen het soms anders. Ik vond het fantastisch, wel blij met die vraag trouwens, omdat je dan heel anders naar een probleem gaat kijken. Want je gaat namelijk niet naar het probleem kijken, je gaat proberen de oplossing te vinden.
En als je alle drie probeert een oplossing te vinden en niet vast te houden aan je eigen gelijk, moet je kijken hoe ver je komt. En ik hoop dat die sfeer en die ambiance, dat dat door blijft gaan en dat we dat uit kunnen blijven stralen. Wat ik erover wil zeggen is dat wij in de coalitie hebben gesproken dat het besluit om te komen tot een nieuw zwembad is genomen. Dus dat is wat ons betreft ook uitgangspunt. Dat ligt ook bij een van de wethouders als project, het nieuwe zwembad. Separaat daarvan is gezegd dat de ontwikkelingen van de actiegroep die in Hoevelaken wil kijken naar mogelijke privatisering en de groep die bezig is voor Bad Bloemendaal, dat daar natuurlijk gesprekken mee zijn. Maar wat ons betreft staat de duidelijke piketpaal dat er een nieuw zwembad gaat komen in 2018.